Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer eens een What I Eat in a Day voor jullie. Voordat ik ga laten zien wat ik allemaal eet, wil ik eventjes zeggen dat ik meer op gevoel ben gaan eten. Ik heb natuurlijk het Best 10 app programma gevolgd en hier moest ik me houden gewoon aan meal plans. Nu is dat voorbij en nu heb ik ervoor gekozen om meer op intuïtie te gaan eten. Of althans, dat ben ik mezelf een beetje aan het aanleren. Dus hou je niet te veel vast aan wat ik eet, want ik sport heel veel, ik doe heel veel krachttraining. Dus misschien heb ik wel meer brandstof nodig dan jij, of misschien wel minder, ik weet niet. Maar hou je er niet te veel aan vast. En ja, weet je, laten we maar beginnen met de video. Ik begin deze ochtend met een sapje. Ik heb zojuist wat selderij gejuiced. Oh, je ziet hier nog het prut liggen. Het is ook een wortel, een klein stukje appel en een stukje gember en dan wat water. Dus deze ga ik eventjes snel opdrinken, want het is echt totaal niet lekker, maar wel een goed begin van de dag. En daarna is het tijd voor een lekkere sojakoffie. Heerlijk. En het is ondertussen 10 uur en het is tijd om te ontbijten. Als ontbijt ga ik lekker havermout maken. Hiervoor doe ik ongeveer 25 gram havermout, iets tussen de 25 en 30. Vervolgens pak ik al mijn bakjes. Ik heb hier wat stevia suiker, hier zo wat chiazaad en hier wat cacao nibs. In het bakje van de havermout doe ik 1 theelepel chiazaad en ook heel veel kaneel. En vervolgens doe ik dit dan in een pannetje, zo, met wat sojamelk. En dit voeg ik geleidelijk toe. Daarbij voeg ik ook een heel klein beetje zout toe. Dat versterkt namelijk echt net wat meer de smaak. Dan het geheime ingrediënt, namelijk deze cookie squeezer van Personal Protein. Ik er altijd doorheen. En zo geef je havermout echt een super lekkere smaak. Er zitten hier ook verder geen calorieën in of suikers, dus dat is altijd fijn. Zo. En vervolgens doe ik mijn havermout in een schaaltje. En hier strooi ik dan wat gevroren bessen overheen. Ja, ik doe dus echt die bevroren. Want die smelten echt gewoon binnen 2 minuten dat ze in je havermout zitten. Dus dat vind ik heel erg lekker. Ook ga ik hem nog eventjes versieren met deze cacao nibs. En voeg ook nog een beetje 100% pindakaas toe. Deze is van de Jumbo en echt mijn favoriet met stukjes. En voilà, mijn heerlijke havermout ontbijtje. En ook heb ik hier een fles met water. Hier zit echt gewoon, volgens mij, 1,5 liter in of zo. Iets minder. En ik heb hem nu al, denk tot hier opgedronken. Dus nou, die drink ik ook nog lekker op. Zo, ondertussen is het 12:30 en ik heb nog niet heel erg veel trek voor lunch, maar wel even voor een snackje. Dus ik ga nu eventjes deze appel eten. Dan is het tijd om te gaan lunchen. Het is ondertussen 2:30. Ja, ik ben een beetje uitgelopen qua werk. Maar voor lunch ga ik het volgende maken. Ik heb hier volkoren tortilla wraps. Hier ga ik er 2 van pakken. Dit zijn dan de kleinere versie. Ze zijn net zo groot als mijn hand ongeveer. Daarop doe ik wat magere smeerkaas en een beetje rucola. Voor de rest heb ik hier 2 eieren met wat melk, peper en zout. En dat ga ik opklutsen. Dit ga ik in de pan doen met wat tomaat en wat ham. En dan heb ik een soort van, ja, een egg wrap. Daarbij neem ik ook lekker wat crystal clear. En ja, dat is mijn lunch. We gaan het even maken. En tussendoor snack ik nog eventjes 2 gedroogde abrikozen. Oké, het eerste wat ik doe is dus de ham in de pan. 4 kleine plakken. En dit bak ik even op. En dan wordt het een soort van bacon. Echt super lekker op een wrap.
En voilà, mijn twee egg wraps zijn klaar. Oh, dit ruikt zo lekker. Je kan hier even ook nog wat knoflookpoeder overheen strooien. Dat is ook echt super lekker, maar ik hou het eventjes bij peper en zout. Zo, ondertussen zijn wij weer een uurtje verder en ik heb echt heel erg veel zin in iets soep. Dus ik pak eventjes zo'n cracker. Dit zijn hele dunne crackertjes. Heel lekker. En daarop doe ik een beetje appelstroop. Dit is appelstroop minder zoet. Dus nou, helemaal goed. En ondertussen is het bijna 6 uur. Nou ja, tijd om avond te gaan eten. Ik ben ondertussen mijn avondeten al aan het voorbereiden. Maar in de tussentijd wil ik eventjes een makkelijke smoothie. Want mijn doel is om elke dag een beetje spirulina binnen te krijgen. Ik merk gewoon dat als ik dit eet, dat het echt een heel erg goed effect heeft op mijn darmen. Dus ik wil eigenlijk elke dag een beetje binnenkrijgen. Maar ik kan het dus alleen maar tot me nemen als het in een smoothie zit. Want ja, door yoghurt en zo vind ik het echt heel smerig. Dus ik doe altijd een beetje heet water in mijn blender. Met erbij wat gevroren bessen en wat bevroren bloemkoolrijst. Een beetje kaneel. Een theelepeltje spirulina poeder. En daarbij pak ik dan deze vanille squeezer. Ook met 0 calorieën. En om het nog iets zoets te maken, mijn stevia suiker. Ook met 0 calorieën. Dus ik heb altijd koken echt craving. Pak ik zo van alles en ik doe van alles in mijn mond. Maar nu kan ik gewoon lekker zippen van de smoothie. Dus dat is heel chill. En soms doe ik er nog een beetje proteïnepoeder doorheen. Deze van Atkins. Dus die low carb versie. Echt gewoon een kwart schep. Dan even voor de smaak. En dat ik toch nog even iets van proteïne binnen heb. Want dat vult gewoon hartstikke goed. Nou, en de smoothie als die af is. Lekker heel erg dun en ja, gewoon even een lekker snackje zo voor het koken. Eventjes een goede snack zo voor het koken. Ondertussen ben ik ook bezig met het avondeten. En ik heb hier dus wat zuurkool opgewarmd. Ja, dit is een nieuw recept. Ik weet niet wat ik precies aan het doen ben. Maar ik wil iets van zuurkoolstampot maken. En ik heb dan hier zoete aardappel met kohlrabi aan mijn hoofd. Dat ga ik nu eventjes stampen. Zo samen met die zuurkool heb ik hier wat magere jus op staan. En ja, daar ga ik het mee doen. Ik heb net ook nog die smoothie op, dus ik vind het helemaal prima zo. En het eindresultaat ziet er niet heel erg gezellig uit. Maar ja, het is wel heel erg voedzaam en vullend en gezond. Dus dit ga ik nu lekker opeten. En dit was hem dan, mijn What I Eat in a Day. Ik hoop dat je het een leuke video vond. En vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je weer in de volgende video. Doei doei!